Kijk altijd naar degene die het minder hebben dan jou. En hierbij wil ik jullie een levensechte verhaal meedelen die ik zelf heb meegemaakt. Namelijk dat ik namens een bepaalde stichting in een bepaald allerarm land ben geweest. En er was een specifiek geval, een bijzonder geval die mij is bijgebleven van al die gevallen die wij hebben meegemaakt. Is een geval van een man met wie wij hebben afgesproken dat wij hem ergens op een afgesproken punt zouden ophalen. En toen wij bij hem aankwamen met de auto, openden wij de deur en we stapten naar buiten en we zagen de man een beetje eigenlijk paniekerig om zich heen kijken. We dachten al, wat is er toch aan de hand? We staan hier. En iemand van ons liep naar hem toe en hij zei tegen hem: ik kom net uit het ziekenhuis en mijn tweede oog is afgeschreven. Met andere woorden, hij is blind geworden. En toen dachten wij al, wat is dit toch heftig? Iemand is zijn tweede oog eigenlijk kwijt en hij kan niet meer zien, hij is blind. Een gunst die hem wordt ontnomen. Vervolgens reden wij met deze persoon naar huis. En zijn huis was ver gelegen ergens in een dorp. Helemaal afgelegen, geen huizen in de omgeving. En wij liepen met hem naar binnen en we zaten met hem in de woonkamer. En je hebt al het gevoel van, subhanallah, dat deze man zo wordt beproefd. Dat zijn ogen worden ontnomen, dat zijn gezichtsvermogen wordt ontnomen, dat hij op die manier wordt beproefd. Is al een grootse zaak wat iemand kan overkomen, dat is al heel erg. Maar toen wij bij hem in de woonkamer zaten, en je kunt het eigenlijk geen woonkamer noemen. Maar om het te schetsen moet ik eigenlijk het woordje woonkamer noemen. En terwijl wij met hem aan het praten waren, stroomde water naar binnen. Want het regende en de water stroomde alsmaar naar binnen. En ik dacht, subhanallah al-azim, dus dit huis, die klopt ook eigenlijk voor geen meter. En vervolgens begonnen wij een soort gesprek met hem aan te gaan om zijn situatie eigenlijk te bekijken wat er precies aan de hand is. En wij probeerden hem met een aantal woorden van Allah subhanahu wa ta'ala een beetje te bevestigen en met hem een beetje eigenlijk standvastig te maken. Want wij hoorden daarvoor dat hij tegen iemand had gezegd, had ik maar geen kinderen gekregen. Kun je nagaan, beste broeders en zussen, dat iemand voor zichzelf wenst. Daar waren een aantal van vandaag de dag. Hij heeft 2, 3 kinderen, hij wenst een vierde. Deze man door zijn armzalige leven heeft hij de volgende woorden uitgesproken die eigenlijk heel erg en heftig zijn. Hij zei, had ik maar geen kinderen gekregen. Waarom? Uit armoede. Uit het feit dat hij deze kinderen niet kan onderhouden en opvoeden. En vervolgens begonnen wij met hem te praten en hij wees naar een kamer in de omgeving. En hij zei tegen mij, zie die kamer daar, de deur is toch dicht? Ik zei ja. En hij zei, de dak van die kamer is ineen gestort. En hij zei, zie die kamer daar, die is ook dicht. Hij zei, ook die, daarvan is de dak ook ineen gestort. En hij zei, zie die ene kamer daar, daar slaap ik in met mijn vrouw en mijn kinderen. En het dak staat op instorten. En hij zei, oh mijn zoon, als het dak instort, dan sta ik buiten met mijn blinde ogen en mijn kinderen en mijn vrouw. En nu heb ik het aangehaald om te zeggen van, er zijn gevallen, beste broeders en zussen, waar we naar kunnen kijken. Laat die persoon gaan die flatten heeft gebouwd, die villa's heeft gebouwd, die auto's heeft gaan. Laat, er zijn mensen naar wie wij kunnen kijken, beste broeders en zussen. Anno 2012, ja, die zijn er. Maar dat doen wij toch zo weinig. Wie van ons reist als wij bijvoorbeeld naar Marokko gaan op vakantie? Wie van ons gaat naar de arme personen kijken om maar te kijken? Je hoeft niets te geven. Wallahi al-azim, zulke mensen zijn al blij als je bij hen langskomt. We hebben ze meegemaakt en ze armzalig als zij hun leven leiden. Proberen ze je binnen te halen en binnen te slepen om jou koffie en thee te geven. En zij willen niets van jou. Bezoek hen alleen als zijn de broeders en zusters in de islam. En trek jouw leerstellingen eruit. En besef dat Allah subhanahu wa ta'ala jou letterlijk onderdompeld heeft in zijn gunsten. Jouw gezichtsvermogen is niet ontnomen. Jouw huis zit goed in elkaar. Jouw verwarming staat aan. Er stroomt toch bij jou geen water in jouw woonkamer. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala jou niet begunstigd? Heeft Allah subhanahu wa ta'ala jou de deur van zijn gunst niet voor jou geopend? Kijk naar de toestand van deze man. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. Want het ging maar verder. Zijn verhaal bleef maar groter worden. En wij bleven ons maar verbazen over hoe iemand eigenlijk beproefd kan worden. Zijn zoon kwam binnen. En hij was krom gegroeid. Zijn handen, zijn armen en benen waren krom gegroeid. En ik zei tegen hem, wat is er toch met het kind? En hij zei tegen mij, mijn zoon, hij zei, dit kind is toen hij 6 maanden was gevallen van zijn bed. En hij was op 6 plekken was hij gebroken. En ik had het geld niet om hem naar het ziekenhuis of naar de arts te brengen. En ik heb hem zo gelaten. En uiteindelijk is hij zo krom gaan groeien. En dit kind, ik heb hem zelf met mijn eigen ogen gezien. En dit kind, die loopt naar zijn vader en hij zegt tegen hem, vader, zal ik gaan groeien of niet? Groei ik nog of niet? Want mijn broertje, die jonger is dan mij,
Die wordt groter als mij, die wordt alsmaar groot en ik blijf klein. Zijn vader zegt tegen hem, inshallah, inshallah. En de zoon die antwoordt, ik wil een oprechte antwoord. Ik wil een oprechte antwoord, word ik nou groter of niet? Dit is de toestand van sommige mensen, beste broeder en zuster. Kijk om je heen, kijk niet naar degene die het beter hebben dan jij. Maar kijk naar degene die het minder hebben dan jij. En zijn die er? Ja, absoluut, die zijn er. En dit is maar een fractie van een voorbeeld van iets wat wij hebben meegemaakt. Hoewel dit eigenlijk een beetje wel, zeg maar, de kroonspant wat dat betreft. Maar dit is, maar er zijn nog meer andere voorbeelden. En de tijd reikt niet natuurlijk om al deze voorbeelden op te noemen. Dus de conclusie, en waarom ik eigenlijk deze voorbeelden heb opgenomen, is om jou van op de hoogte te brengen. En om jou, om het woord naar jou te richten. En eigenlijk in de eerste instantie richting mezelf. En richting mijn broeders en zusters. Om te zeggen van, kijk nooit naar degene die het meer hebben dan jij. Maar kijk naar degene die het minder hebben dan jij. En die zijn er.